Ik sta hier bij de Witte Singel in Leiden en achter mij is de Universiteitsbibliotheek. In 1575 kreeg de stad Leiden deze universiteit cadeau van Willem van Oranje als dank voor het dappere verzet van de stad tijdens de 80-jarige oorlog. En vanaf dat moment is hier verzameld. Duizenden boeken, handschriften, kaarten, atlassen, archieven, foto's zijn verzameld om de wetenschap in die 4,5 eeuw te bedienen. In deze serie neem ik u mee voor een kijkje achter de schermen bij de bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek. Van kluis naar kussen. Gaat u mee? Hier iets extreem bijzonders. Het is een experiment van een van de uitvinders van de fotografie, de Britse William Henry Fox Talbot. Ah ja. En dit is echt heel erg bijzonder, internationaal gezien. Want dit is een mapje waarin hij experimenten heeft zitten met de allervroegste vorm van fotografie, de zoutdruk. Dit zijn echt uitprobeersels van de uitvinder. Je ziet ook het jaar 1839, echt het jaar van de uitvinding van de fotografie, aantekeningen. Het is helemaal verbleekt ook, hè? Ja, en aan die staat van die foto's kun je ook zien dat ze eigenlijk het daglicht nauwelijks verdragen. We zijn vandaag in de fotokluis. Het is hier ook een beetje kouder dan in de andere depots. En we hebben handschoenen aan vandaag, want foto's behandel je met handschoentjes. En ik sta hier met Maartje van der Heuvel, onze conservator fotografie. Maar dit is geweldig natuurlijk dat we dit in de collectie hebben. Ja, dit is wereldwijd gezien hartstikke uniek. Ja. Is het nou typisch voor onze collectie, zo'n heel vroeg voorbeeld van fotografie? Ja, want de collectie beoogt de hele geschiedenis van de fotografie, van het allervroegste begin, tot juist de hedendaagse productie te representeren. In Nederland de grootste collectie, daguerreotypieën, meer dan 400. En alle verschillende technieken en verschijningsvormen van de fotografie, die zijn hier terug te vinden. Dus dat is eigenlijk een van de zwaartepunten van de collectie, is die technische ontwikkeling van de fotografie in alle soorten en maten? Ja, nou je zou kunnen zeggen de technische en artistieke ontwikkelingen en zelfs de cultuurhistorische ontwikkeling van de fotografie is eigenlijk hier helemaal terug te vinden. En wordt er nou veel gebruik gemaakt van de collecties? Ja, absoluut. Want niet alleen hier voor de Universiteit Leiden voor onderwijs en onderzoek. Maar eigenlijk fungeren we als een soort kenniscentrum voor fotografie voor heel veel musea in binnen- en buitenland. Conservatoren van musea komen hier onderzoek doen en gaan ook bruik lenen, soms zelfs met tientallen tegelijk, naar musea in binnen- en buitenland. Want Leiden heeft ook is de enige universiteit ook met een opleiding Film en Photographic Studies, hè? Ja, het is de enige universiteit waar je gespecialiseerd geschiedenis en theorie van fotografie kan studeren. Okay. En zijn er ook kunstenaars die zeggen van, ik wil hier wel eens kijken naar mijn voorgangers? Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Van het begin af aan, met het prentenkabinet tot nu, zijn heel veel kunstenaars die het heel inspirerend vinden om naar die historische fotografie te kijken. Nou, we gaan vandaag praten over de fotografische collecties met drie bijzondere gasten. Wie heb je uitgenodigd van vandaag? Helen Westgeest, zij is universitair hoofddocent kunstgeschiedenis en film en photographic studies. Een van haar studenten, Minke van der Maas, die zowel hier gestudeerd heeft, maar ook stage loopt en haar eindscriptie over Breitner schrijft. Oké. En ook een fotograaf, Erwin Olaf. Doe maar. Die ook een heel bijzondere band met de collectie heeft, omdat hij door een aantal historische foto's hier geïnspireerd is geweest. En we een bijzonder project met hem hebben gedaan. Ik ben heel benieuwd, Maartje. We gaan aan tafel. Laten we gaan. Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij Van Kluis naar Kussen, het programma van de UB Leiden over de bijzondere collecties. En vandaag gaan we praten over een wel heel bijzondere collectie. Maartje. En een collectie die je eigenlijk niet zou verwachten in een universiteitsbibliotheek. Mm-hmm. Maar het is de oudste fotocollectie van Nederland. Kijk. En eigenlijk hier terechtgekomen omdat de erkenning van fotografie als kunstvorm in musea eigenlijk heel lang op zich liet wachten.
En in 1953 begon de Universiteit Leiden wel in Nederland met het aannemen van een hele grote particuliere fotocollectie. En dat was het starten in Nederland van het institutioneel verzamelen van fotografie. Ah ja, en dat zat toen niet in de UB, maar dat zat aan het Rapenburg. Prentenkabinet nog, ja. Ja. En in 2002 is die collectie van het Prentenkabinet dus ook de fotocollectie hier gekomen. En nu, omdat het ook een soort centrale rol heeft voor de hele universiteit, komen er ook nog allerlei wetenschappelijke fotocollecties bij. Dus wordt fotografie ook de fotocollectie steeds meer ook een historische visuele bron. Kijk, en ik ben met jou wel eens in het depot geweest, in het fotodepot, maar ook in de andere depots. En dan kom je ook hele rekken tegen met camera's. Hè? Verzamelen wij ook actief camera's? Ja, de prentenkabinetcollectie bekijkt echt de geschiedenis van het medium fotografie. Zowel artistiek, maar ook technisch. Dus we hebben inderdaad ook een grote technologiecollectie met historische camera's. Dit bijvoorbeeld is de 19e eeuwse camera van Breitner. Maar we hebben ook de alleroudste 19e eeuwse studio-attributen, zoals een nekklem om stil te kunnen zitten bijvoorbeeld. Dus je kunt echt aan die collectie... Dat lijkt me wat voor mij ook, een nekklem zo, dat je heel stil zit. Dat je op je plek moet blijven zitten, ja. Een kwartier lang. Maar je kunt dus aan al die techniek zien hoe het fotografisch medium zich ook door de tijd heen heeft ontwikkeld. Ja, wat voor techniek hebben we allemaal in de collectie? Nou, vanaf de allervroegste technieken al. We zagen in de fotokluis natuurlijk al een heel vroeg experiment van een van de uitvinders, William Henry Fox Talbot. Maar ik wil jullie eigenlijk nog heel even meenemen naar een nog vroeger begin. Want in de Leidse collectie en eigenlijk in de Tiziana, maar dat is ook in deze universiteit, bevindt zich ook nog een heel vroeg unicum, namelijk de allervroegste afbeelding van het camera obscura principe. Ah ja. En bijvoorbeeld... projectie eigenlijk, hè? Basaalste principe waar de hele fotografie op is gebaseerd. Ja. Dat je een beeld van de werkelijkheid kunt projecteren op een bepaald vlak. En vroeger werd dat in de astronomie gebruikt om bijvoorbeeld een zonsverduistering te kunnen bekijken. En de uitvinding van de fotografie, zeggen ze wel eens, is eigenlijk in de 19e eeuw alleen maar geweest het fixeren van die afbeelding op een vlak. Maar dit is dus uit 1544 van de Friese wetenschapper Gemma Frisius, de allereerste afbeelding ter wereld. En bijvoorbeeld het National Media Museum in Bradford begint de vaste opstelling met deze afbeelding. Met deze afbeelding, ja. Ja, met een reproductie natuurlijk. Zie je ook hoe mooi het is dat die fotocollectie hier op zijn plaats is in de UB, hè? Tussen die boeken. Ja, dat krijgt door die context een heel mooi verband. En in de 19e eeuw zijn dus fotografen gaan uitproberen hoe je dan dat camera obscura beeld kon fixeren op een ondergrond. En in Parijs heeft dus Jacques-Louis Mandé Daguerre dat gedaan in de vorm van een daguerreotypie. Ja. Dit is niet van Daguerre, maar die hele techniek is naar hem vernoemd. En je ziet dus, het is een metalen plaatje, koperen plaatje, verzilverd. Dus het oppervlak wat je ziet is echt zilver. Daar herken je ook een daguerreotypie aan. Het afbeelding die daarop zit is eigenlijk een negatief beeld. Maar doordat je dus met een bepaalde invalshoek bekijkt, wordt het weer positief. En ja, dat kun je eigenlijk alleen maar goed ervaren als je een origineel ziet. En daarvoor moet je dus echt naar zo'n originele objectencollectie komen. Maartje, ja. Ja, het is een prachtig en ja. En daar word je bijna stil van. Ja, dat is prachtig. Ja, en dit ook een heel mooi portret. En ja, er is geen enkele fotografische techniek zo scherp als een daguerreotypie. Nee. Dus het is net alsof deze mevrouw uit de 19e eeuw de eeuw je gewoon zit aan te kijken. Ongelooflijk eigenlijk. Hè? Dat is een van de vroegste technieken van de fotografie. De vroegste in kwaliteit de beste is. Ja, hier zit geen korrel of raster in. Is het een contactafdruk? Nee, het is eigenlijk het negatief zelf. Ja, en in die vroege fotografie zochten ze dus naar een manier om de fotografie zo goed mogelijk vast te leggen. Nou, dit vond men heel mooi, maar werd al heel snel duidelijk dat het niet zo handig was, want je kon het niet reproduceren. Het was eigenlijk best moeilijk te zien. En duur, lijkt mij. Het was hartstikke duur, want er zit zilver in en heel ongezond, want er werd bijvoorbeeld kwikdamp in het procedé gebruikt. Ah, ja. In Engeland tegelijkertijd, want deze techniek heeft zijn oorsprong in Frankrijk. In Engeland was tegelijkertijd onder andere dus William Henry Fox Talbot aan het experimenteren met een negatief-positief procedé. En dat was de zoudruk. Nee. En dit is bijvoorbeeld zo'n zoudruk van Talbot. En dat werd uiteindelijk succesvol vanwege dat reproduceerbare karakter. Beroemdheid in Engeland, hè? Hij heeft zijn eigen museum zelfs. Ik ben er wel eens geweest. Ja. En dat museum zie je hier, want het is zijn voormalige woonhuis.
Ah, ja, ja, ja. Dit is, en wat zoveel veel fotografen natuurlijk deden, was in het begin gaan experimenteren in je eigen tuin. Even, ja. Dus dit was in zijn tuin. Daar voerde hij zijn eerste fotografische experimenten uit. Dan zie je hier ook aan de marge dat het inderdaad een experiment was. En dat het ook nog niet altijd even goed lukte, dat fixeren van een beeld. En dit beeld doe ik dus daarom ook snel weer dicht. Want het is eigenlijk nog best gevoelig voor licht. Wat een geweldige collectie, Erwin. Is dat voor jou ook een soort bron van inspiratie? Het is het zeker wel geweest, ja. Zeker nog steeds, ja. Want Maartje, daar ken ik Maartje ook van. Die heeft ooit in het Rembrandtshuis in Amsterdam een tentoonstelling samengesteld van die picturalisten, hè, ja. Fotografie. Ja. Waarin ook allerlei, daar was ik op de opening, een mooie setting ook. En dan word je ook wel een beetje verleid, waar je al die verschillende druktechnieken zag. En een jaar daarvoor was ik in L.A., had ik het geluk gehad dat ik een soort backstage rondleiding had gekregen op de afdeling fotografie in het Getty Museum. Ja. Met mevrouw Victoria Hackett heeft me toen rondgeleid en met allemaal laders opengetrokken en het ene prachtig naar het andere. Maar ook bijvoorbeeld moderne fotografie, zoals van Thomas Stroet, die al aan het vergaan was, van die diasec dingen. Maar ik zag toen voor het eerst kool drukken, maar heel snel, weet je. En toen kwam ik haar tegen en toen hing het weer. Van die prachtige kooldruk. Dat is een kooldruk, jongens. Ja, dat weet zij precies. Maar het is in ieder geval over. Nou, jij hebt hem wel eens gemaakt. Aan de hand genomen door een meneer. Want Maartje en ik raakten aan de praat. Jij legt allemaal die technieken uit. En die kooldruk die bleef maar in mijn hoofd zitten. Omdat het, zoals ze zeggen in het Engels, with the poorest ingredients, the richest results. Ja, ja, ja. Je gemaakt het met koolstof. Ja, 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 ja. En dan met gelatine en een lichtgevoelig materiaal. En dan prepareer je platen en dan maak je eigenlijk een soort grote, immens grote of grote contact afdrukt. En daar... Eigenlijk is dus die koolstoftechniek, ja. Of die golddruktechniek, die is voor jou een reden geweest om dat zelf ook weer te gaan proberen. Ja, want het is een hele emotionele... Kijk, wat de moeilijkheid met moderne fotografie is, modern al heel lang. Een schilder kan zich uitdrukken, niet alleen door wat je ziet, maar ook door hoe het is aangebracht. De dikte, de keuze van het linnen, de ondergrond. Ja. Fotografie ben je enorm gelimiteerd. We hebben geen emotie in het oppervlak. En de kooldruk heeft voor mij twee emoties. Het is onvergankelijk en het is mega ambachtelijk. Het knet het van het papier af, ja. Als het is gelukt. Het mislukt alleen triljoen keren. Je wordt er helemaal knetterrek van. Dat weet je ook, en dat zie ik net bij die Engelse meneer. Die dan heeft gewoon een schat helemaal rijk. Want dat was een huisje wat je net liet zien. Ja, ja, ja. In de 19e eeuw, dat heb ik echt geleerd bij Kees Brandenburg. Mm-hmm. Dat is een Nederlandse meneer die in Middelburg woont. En die mij eigenlijk bij de hand heeft genomen. En eigenlijk basaal heeft geleerd. Stond ik daar met twee assistenten. 3 dagen. En dan had je op een gegeven moment had je 1 afdruk of 2 afdrukken in het begin. Maar die heeft het echt onder de knie. Die heeft ook een engelengeduld. En die doet het dan in Nederland. Maar dan weet je ook, realiseer dat in die 19e eeuw, al die vooruitgang in de fotografie, heb je eigenlijk te danken aan engelengeduld en mensen met diepe zakken. De pioniers. De mannen die het deden, of de vrouwen en de mannen die het deden, ja. Die hadden tijd. Die hoefden niet in een fabriek te werken. Die werden zotter wakker en die dachten, nou, ik ga maar weer eens. Iets leuks uitvinden. Ja, ik ga maar eens wat uitvinden. Ja. Fotografietechniek dus een stapje verder brengen. Maar dat geeft wel, als je dus in die doka staat, wat ik sowieso heerlijk vind. Maar ik doe dan, hoe heet het, de barietafdrukken, zilverbromide. Mm-hmm. Dat is een modernere techniek. Dat hebben wij weer geherintroduceerd bij mij in de studio. Maar dit, jongen, je wordt gewoon, het is zen. En ik heb dat toen, omdat wij elkaar tegen waren gekomen, en zij vertelde me over die techniek, dat die zo onvergankelijk was. En ik had op dat moment een aanvraag voor het Amsterdam Stadsarchief om een portretserie te maken. En dat mocht ik zelf verzinnen, samen met een groep andere fotografen. Toen had ik bedacht, de Joodse identiteit in Amsterdam is heel erg verdwenen in de loop van de laatste decennia. En dacht, ik ga Joodse Amsterdammers fotograferen. En dan in een techniek, die kooldruktechniek, die onvergankelijk is om zo een soort statement te maken. Ja, ja, ja. Dat die identiteit onlosmakelijk verbonden dient te zijn met Amsterdam. Je ziet als je met zo'n beeld, weet je ziet gewoon die jurk van deze mevrouw.
Die is zo mooi gedetailleerd. En dit is dus eigenlijk een immense contactafdruk, hè, van 30, 40 centimeter. Ja. Nou jongen, dat is... Het is niet vergroot, ja. Ja. Laatste wat ik erover wil zeggen, kijk, het is met gelatine. En gelatine, je kent de gelatinepudding. En die gelatine en een watertemperatuur, dan moet het 38 graden, het mag geen 40 worden, maar het mag ook geen 37 worden. En dan zat je en was hij bijna helemaal klaar. Want soms moet je, en je moet al dat kool eraf spoelen, een uur lang. En dan komt langzaam die afbeelding omhoog, die vast is gehouden in de gelatine. En, maar waar het wit is, is het heel dun. En waar het zwart is, is het dik. Dus daarom heb je al die ribbeltjes. En, oh, maar ja, je weet, net zo'n pudding, die kan ook mislukken. Dus dan zag je op een uur en dan, loep, weg afbeelding. Want dan ging die hele gelatine als een soort sliert verdwenen in het water. Maar als het lukt, is het zen. Hè? Nou, dan ben je heel gelukkig. Ja. Bijzonder dat je daarom ook ziet dat die, de aandacht voor het oppervlak, voor het materiële en dat waarderen in plaats van het immateriële, dat wij zijn toch nog steeds als mens ook lichamelijk. En dat men dacht met de digitale revolutie dat we zouden gaan denken of in pixels of dat we helemaal ons gevoel en lichaam kwijt zouden raken. Integendeel, we komen nu juist heel hard tegen hoe materieel we zijn. Ja. Dat het vasthouden van materiaal, het voelen, dat we dat zo missen door de digitale. Dat de studenten zo blij worden als we hier in de collectie met originele werken. Als je ze dingen vast laat houden. Nou, dan kan je ze high-tech tools laten zien. Maar iets vast mogen houden. Naar zo'n foto mogen kijken. Dat is voor die studenten eigenlijk nog veel indrukwekkender dan voor ons. Klopt dat, wat ze zegt? Is dat, ja. Met je neus in de boter? Bij de opleiding kunstgeschiedenis, waar ik dan begon met de bachelor, daar merk je dat gelijk in het eerste jaar al. Dan krijg je een college over kunsttechnieken en dan is er een apart college over fotografische technieken. En dan ga je dus fysiek ook alles bekijken en dan staan daar camera's die je en objecten, foto's en aan de hand daarvan leer je hoe het allemaal werkt. Nou, dat is prachtig. Ja. Ja, je glundert er helemaal bij. Maar... dat heeft voor mij in het tweede jaar heb ik dus ook weer bij Helen ook weer een werkcollege gevolgd over dat is dan echt meer theoretisch. Dat is dan van snapshot tot fotofilm. En dan ga je weer aan de hand van de fysieke objecten in de collectie ga je dan theorie toepassen en ga je aan de hand daarvan de objecten bestuderen. Snapshots. Misschien kun je daar iets van laten zien, dat college, want daar zijn een paar mooie voorbeelden van. Dan kan jij inderdaad iets vertellen ook over je onderzoek, omdat we hier nu net dit voor hebben liggen. Ja, dit is zo'n snapshot. Ja, en dit is eigenlijk, want ik ben nu masterstudent in Leiden aan de opleiding Film en Photographic Studies. Ja. En daar doe ik voor mijn masterscriptie onderzoek naar de fotografie van George Hendrik Breitner. Waarvan een groot deel van zijn foto's ook in de collectie hier in Leiden te vinden is. Het leuke is dat hij is vooral bekend als kunstschilder aan het einde van de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw. Maar in de jaren 60 van de vorige eeuw is dus voor een groot publiek ook bekend geworden dat hij ook fotografeerde. Vanuit mijn positie als student bij de opleiding Film en Photographic Studies neem ik dan echt een invalshoek vanuit fotografietheorie. En wat ik dan merkte is dat in modernistische theorie, in de eerste helft van de vorige eeuw, dat daarin juist heel erg naar een essentie van fotografie wordt gezocht. Dus à la de kunstcriticus Greenberg, echt wat is het typische karakter van fotografie? Ziel. Ja, precies. Dat zou dan één essentie voor zijn. Ja. Terwijl hedendaagse theorie over fotografie gaat veel meer over de veelzijdigheid van het medium. En daarin is dus juist ook meer aandacht voor wat bijvoorbeeld fouten of mislukkingen in het medium zelf zouden zijn. Je begint al een beetje te lachen. Je vindt het volgens mij heel leuk dat er dingen misgaan. Precies. Ja? Nou, zo kwam ik dus zelf bij de foto's van Breitner. Omdat toen het bekend werd, was het natuurlijk heel interessant om te vergelijken van... hoe is dit als voorstudie voor zijn schilderijen gebruikt? Dat is heel interessant om die kenmerken daarin terug te vinden. Maar wat ook opvalt, wat mij in ieder geval opviel, is dat het hele intrigerende foto's zijn om naar te kijken, juist omdat je zoveel ziet gebeuren. Mm-hmm. Laat eens even zien, deze foto. Ja. Wat is hier misgegaan? Het meest opvallend is natuurlijk dat de vrouw die voorbij, of meisje die voorbij komt lopen, in complete wazige
motion blur, zou je dat nu kunnen noemen, voorbij loopt. Ze loopt op een brug in een gracht. Ja, precies. Dus ik focus ook vooral op zijn straatfotografie. En daar is dit dan ook een voorbeeld van. En dan loopt hij dus door de stad onopvallend met zijn camera gewoon mensen continu vast te leggen. Deze camera. Dat is heel leuk. Die hebben we ook in de collectie. Dus een van de camera's is heel bijzonder om te zien. Vooral ook omdat ze verf. Ja, dat is ongelooflijk. De camera van een schilder, hè? Ja. Dus hij had dan die camera had die stiekem onder zijn arm en staan. Ja, door de stad aan het lopen en ondertussen alles vastleggen wat hij ziet. Maar het bijzondere is dus de positie eigenlijk van Breitner in deze tijd. Omdat hij dus in de tijd dat Breitner fotografeerde, komt juist amateurfotografie op. Dat is misschien ook leuk in vervolging van wat Erwin vertelde. Eerst was het medium natuurlijk helemaal niet toegankelijk voor een groot publiek. Maar in 1888 komt de eerste Kodak boxcamera uit. En dan zie je dus dat mensen ook thuis van hun kinderen in de tuin of op vakantie foto's kunnen gaan maken. Maar het is toch wel heel bijzonder natuurlijk. Maar het wordt dus vanaf dat moment op best wel een rap tempo voor een groter publiek toegankelijk. En dan zie je dat er ook amateurverenigingen ontstaan. En dat zijn juist mensen die in ook handboeken gaan beschrijven van dat is niet de weg die we op moeten gaan. Er zijn bepaalde dingen die goed zijn in de fotografie. En dat is vaak ook verbonden met een eerste vorm van kunstfotografie. Dus er ontwikkelt zich een soort theorie van. In handboeken eerder. En dit paste dan beter in dat ideaal van picturalisten. Want dat waren veel van die amateurfotografen. Ja. Want dit is nog heel erg geënt op de schilderkunst. He, dus een motief en een compositie die heel erg doet denken aan de schilderkunst. Frans Hals. En die picturalisten die wilden natuurlijk ook laten zien dat je en zo met die technieken zo expressief als schilder of tekenkunstenaars kon zijn. Ja, ook dat de technieken zo expressief waren. Maar dat dus doordat je dezelfde expressiviteit en dezelfde composities en thema's kon gebruiken, dat fotografie net zo bewonderenswaardig was als erfgoed als andere kunstmedia. Ja. Maar ja, daardoor krijg je natuurlijk die regels en die voorschriften. En dat is zo aardig dat Minken naast de foto's van Breitner die eigen tijd, de contemporaine tijdschrift legt uit die tijd, van alles wat je wel en niet moet doen. Mm-hmm. En alles wat je dus moet vermijden en vooral niet moet doen. Dat is juist precies wat Minken in die foto's vindt. Ja. Dus je kan natuurlijk zelf vanuit denken van, nou, dat vond men toen vast niet een perfecte foto. Maar als je dat dus naast de instructies voor de amateur kan leggen, wat moet je wel doen, wat moet je niet doen? Ja, en dan kom je inderdaad achter dat je zo'n foto moet maken en niet zo'n foto. Dus dan is het aardig dat hij er geen probleem mee heeft om juist aan te sluiten bij de reclames van Kodak, waar ze dan, typisch voor die tijd, zelfs een vrouw kan fotograferen. Dat is niet, je ziet allemaal vrouwen in deze reclames. Want vroeger waren mannen, weet je, het begin mannen. Maar op het moment dat een vrouw dus met een camera een foto kan maken, nou, dan moet het toch wel heel eenvoudig zijn. Dus dat, vandaar dat Kodak vooral vrouwen neerzet die hun eigen kinderen fotograferen, wat Minken zei. En dan zie je dat Breitner eigenlijk daarbij aansluit. Dus hij wil zich niet profileren als ik ben een kunstenaar en ik sluit me aan bij het hogere segment. Nee. Maar juist eigenlijk dat die lol van je kinderen fotograferen op man van de straat. Ja, en hij verheft uiteindelijk die fouten tot kwaliteiten. En daarmee is een schilder, hè? Je hebt veel straatscènes die geschilderd zijn. En dan denk je, als je weet dat hij gefotografeerd heeft, dan zie je gelijk, oh ja, natuurlijk. Ja. Nou, scherpte, diepte, onscherpte. Nou precies hoofdstuk 3 van Minken. Ja. Want Minken gaat nu starten met hoofdstuk 3. En daar gaat ze inderdaad vanuit de foto's naar de schilderijen. Terwijl natuurlijk eigenlijk anderen altijd omgekeerd deden. Ja. Kijken naar de schilderijen van Breitner. Oh, waar heeft hij die vrouw? Oh, die heeft hij daar op die foto. Oh, waar heeft hij die straat, die toren? Dus op die manier werd het gewoon als een soort collage beschouwd. En puur alleen op de figuratie. Ja. En nu gaat Minken, vertel me wat je in hoofdstuk 3 gaat doen. Misschien is het leuk om dan de volgende ook even te laten zien van Breitner. Toch die camera maar even weg. Dan zie je dat juist kenmerkend voor die doe-het-zelf manier van fotograferen, dat daar ook een slordige afwerking bij hoort. En hier zie je dan bijvoorbeeld vermoedelijk van punaises tijdens het afdrukken dan om het plat te houden. Ja, is dat eigenlijk heel slordig gedaan. En vaak doet hij zelf al? Maar ik denk dat dit bedoeld was om hem stil te houden tijdens het belichten. Ja, ja, ja. Oh, ja.
dan niet kan verschuiven. Ja. Maar het is inderdaad opvallend, want het, allerlei fouten, onregelmatigheden die erin zitten, dat zie je juist zo goed als je als amateur afdrukt. Want had hij zijn foto's, het negatieve gebracht naar een professional, die had het gewoon mooi afgewerkt. Mm. En daarom is het zo bijzonder dat je eigenlijk het procesmatige van wat er gebeurt met het maken van een foto en het afdrukken, als je dat naarmate dat slordiger, grover gebeurt, zie je juist dat proces en die kenmerken. En er wordt eigenlijk met perfectie, net zoals in onze smartphones en zo, geprobeerd alsmaar perfectere beelden te maken, zodat je het medium vergeet. Komen ze weer terug op jouw derde hoofdstuk, dat je dat als je dat legt naast die schilderijen, dan kijk je niet alleen welke vrouwen heeft hij overgenomen, maar ook hoe je dus de onregelmatigheden en oneffenheden van fotografie, dat je eigenlijk naar die schilderijen dus ook gaat kijken naar de oneffenheid van verf. Van wat zijn de materialiteit eigenlijk. De materialiteit van de onscherpte van die foto en oneffenheden. Maar als je dat naast penseeltoetsen legt, zijn in feite penseeltoetsen, zijn ook hele grove pixels en onregelmatigheden. Dan kijk je vanuit dat perspectief. Mm-hmm. En dan kan je, als je een originele foto legt van Breitner naast een schilderij, dan kijk je anders naar die twee dan dat je in een boek een reproductie ziet, de fotoreproductie van een schilderij, met dan een moderne fotoreproductie van een originele foto van hem. Ja, want dan wordt het eigenlijk gelijk getrokken. Ja. Dan ga je de plaatjes vergelijken. Ja. En juist doordat wat Minken doet, de originele vergelijken naast de originele schilderijen zoveel mogelijk. Ja. Ga je toch anders kijken. En dat kan ook echt alleen maar met die originele erbij. Ja. En aan die originele kun je dus ook echt zien dat dit ook niet bedoeld is als uiteindelijke kunstwerk. Dat zie je als je het origineel bekijkt. Ja. Wat wij hier doen met naar die foto's kijken, is in feite de essentie van alle bijzondere collecties van de hele UB. Want het is eigenlijk het menselijke dat we iets vast willen houden. Ja. Iets willen bewaren. En dat was de reden dat hij de camera obscura niet genoeg was. Mm-hmm. Maar je wilde het beeld vasthouden. En dat is precies wat jij ook zei. De geschiedenis van de fotografie is het projecteren van een beeld of het zien is niet genoeg. Je wil iets vasthouden. En dat is zo menselijk. En vervolgens wil je het nog in een collectie doen. Een bijzondere collectie. Maar het is zo menselijk dat je iets wil bewaren. Ik begrijp wel dat jij gegrepen bent. Maar ik vind het ook interessant dat bij bijvoorbeeld die werken van Orna Wertman, maar ook die dummies, ook met die objecten weer iets gebeurt. Ja, dat je dus, want dan kunnen we misschien als tussenstadium, dat je dan zegt van je hebt dus natuurlijk aan de ene kant dat beeld wat je vasthoudt, maar je wil meerdere dingen vasthouden. En je wil ook, net zoals een geheugen, wat dus gecombineerd wordt, wat je dus dan denkt in fotografie heb je een moment, het ene moment in de andere periode. En dan zien we bijvoorbeeld, als we eenmaal naar de recente tijd overspringen, dat je juist dat principe van dat fotografie aan momenten vastleggen uit het verleden, maar in je geheugen in feite ook dat kunnen combineren. Weet je, dat je dus in een droom ook kunnen bepaalde beelden uit het verleden kunnen naar het heden gaan. En dat je nu ook ziet dat fotografen, net zoals Orna Wertman, haar herinneringen uit haar leven in Israël combineert met haar leven in Nederland. Moet je uitleggen wat zij precies deed? Ja, ze heeft foto's uit haar archief, die knipt ze op. En eigenlijk dat wat in het geheugen gebeurt, kan je zeggen, gebeurt in een foto, dat ze dus stukjes van foto uit Israël, die zwart-wit onder een foto van een typisch Nederlandse en een beetje ook juist de kleuring van het Nederlands, dus het verkleuren van die oude Hollandse foto's. Ja. Dat breng je samen tot een beeld en in feite, want je zou zeggen, ja, dit lijkt helemaal niet op de werkelijkheid en die andere foto's, dat zijn allemaal, dat is werkelijkheid. Maar eigenlijk is dit misschien nog wat meer werkelijkheid. Ja. Want als jij in Nederland woont en je hebt dat Israël altijd bij je, en als je kijkt naar Nederland, is altijd dat Israël ook. En wij kijken geen niet meer. En wat zijn we steeds meer achtergekomen, dat is, vind ik altijd interessant ook als je kijkt naar de geschiedenis van de fotografie. Wij dachten vroeger over het oog en het kijken, als dat het oog een soort cameraatje was en dan legde je een foto vast. Net zoals dat het eigenlijk zo'n parallel was van het oog en het kijken en de foto. Nu weten we dat we niet kijken met onze ogen. We kijken met ons lichaam, we kijken met ons geest, we kijken met onze hersenen. En je ziet dat fotografen eigenlijk nu beelden maken die eigenlijk het alternatief zijn van het denken over het kijken. Dat was het denken over het oog. Als het oog een camera is, dit is het
maken van beelden zoals we echt kijken. Dat we kijken met onze hersenen, met ons geheugen. Met Erwin, ons... die foto's van jou zijn eigenlijk verbeeldingen van de werkelijkheid. Maar dat, ja. Ik gebruik die camera, probeer ik als kwast te gebruiken. Het is inderdaad dus interessant om te kijken. Maar iedereen, dat is ook in de schilderkunst een ontwikkeling, van niet meer vastleggen van die werkelijkheid. Maar de emotie van die je voelt. Ja. Je vertelde straks over jouw project met de Joodse Amsterdammers. Hè? Ja. En dan zie je eigenlijk dat je dus een oude techniek die je hebt leren kennen. Denk van, hé, dat is een techniek die mijn boodschap het best kan helpen. Ja. Hè? Ja. En dat zoek je per keer bij. En daarom heb ik ook deze kleuren ook een maatje gevraagd. Omdat dit is eigenlijk een kleurencoaldruk. Ja, drie kleuren. Ik ben niet zo'n techneuker, maar wat ik dan weet. En dat is dan denk ik, ik zit daar net midden in mijn hoofd. Omdat in Japan heb je Kyoto-grafie, dat is een fotofestival. En dan maken ze druktechnieken. Nou, dan moet je voor naar Japan. En dan gaan ze dan een stilleven van me in een hele ingewikkelde, prachtige techniek afdrukken. Die dye transfer? Dat is, dat weet ik niet of dat weer dat. Oh. Dit was wat ik van de week, dat was weer in Berlijn. Want er zijn steeds meer lapjes en dingetjes die daarmee bezig zijn. Alleen je kan niet zeggen, ik stuur even die foto op en dan doen we dan in die ingewikkelde techniek. Nee. Dat is, vind ik, iedere keer een afweging van, want het klopt vaak helemaal niet. Nee. Dan zie je iets heel ingewikkelds afgedrukt en dan ondertussen kijken en iets en denk, maar hoort dit wel bij die techniek? Het is een enorm bewuste keuze, ook om die rafelrand te laten zitten. Of we communiceren op zoveel niveaus nu in die fotografie. Doordat je die miljoenen foto's per dag hebt die er goed, redelijk, fantastisch uitzien. Dat je denkt van, maar als ik het presenteer van de tafel op de muur of met paspoortoe, zonder paspoortoe, met lijst, zonder glas. Ja. Dat zijn allemaal beslissingsmomenten. Mm. In combinatie ook met, laat ik mijn rafelrand zitten, wat is de druktechniek? En dan komt het grootste, wat zien we aan inhoud? Ja. En combineert het allemaal goed. Ja. Maar wat je het hebt over moment, is het natuurlijk ook juist interessant hoe je in de fotografie ziet hoe je die momenten dan weer kan schakelen. En wat je daar dan weer mee bereikt. Hoe je aan de ene kant in de cursus beschreef van snapshot tot fotofilm. Dat de fotografie aan de ene kant in staat is je tot contemplatie oproepen over een bepaald moment wat stilstaat, maar hoe juist ook weer geëxperimenteerd wordt, net zoals dat is de reden dat foto aan tijd van Moybrit voor me ligt, dat je niet alleen de sensatie waar we het net ook over hadden, van dat je moment vast kan leggen vanaf 1839, zo'n periode, eerste experimenten, terwijl je voor die tijd nooit iets een beeld vast kon houden, en dat je eigenlijk al voor 1895 waren broeders Lumière de zogenaamde film uitgevonden hebben, dat we zien dat Muybridge als Engels fotograaf een paard fotografeert met allemaal momenten achter elkaar. Dus door allemaal dat de paard zelf als het ware de camera's in werking zet, die allemaal zo naast elkaar opgesteld stonden langs de rembaan. En dat je dan dus de suggestie krijgt van een paard wat beweegt. Ja. En dan zou je zeggen van, maar ik zie het paard niet bewegen. Je ziet nu ook op internet, als je zoekt, dat ze allemaal animatiefilmpjes nu gemaakt hebben. En dat is natuurlijk in zichzelf heel interessant, dat je eerst een bewegend paard had, mooi maakt van die foto's, en dat je nu kan zien, als je daar weer een animatiefilmpje van maakt, dat je eigenlijk een filmpje dus ziet uit de jaren 80, want dit is allemaal rond 1885, al 88. Ja. En dat is dus bijna 10 jaar voor de uitvinding van de film, dat dit eigenlijk dan al een filmpje is. Dus dan zie je een ruiter te paard, of je ziet dat paard lang voor de tijd van de film, dat wij er weer nu een film van kunnen maken op die manier. Ja. Dus je ziet hoe eigenlijk die momenten weer geschakeld kunnen worden tot een soort voorstelling van beweging. Maar dan komen we ook, want ik wil natuurlijk dit nog even laten zien, ook als we deze nog even opzij leggen, dat je eigenlijk dat proces van... Ik zit zo met die box in mijn maag. Ja, het spelen met momenten, dat zie je natuurlijk ook. En dat is iets, een heel belangrijk onderdeel wat we ook in de collectie hebben. Dat zijn de dummies van fotografen. Waarbij je bijvoorbeeld van Ed van der Elske of bijvoorbeeld van Atacando, ook uit die jaren 50 van de 20e eeuw. En dat ik altijd vind met die dummies, dat je daar hetzelfde als wat je bij Brian ervaart met het materiaal, dat je ziet dat proces van, niet het proces dan van het maken van de foto, maar het proces van het samenstellen, het werken met momenten achter elkaar. Ja. En dan niet de momenten van een paard wat beweegt, maar momenten waar je een verhaal, een narratief kan creëren.
En dat je dan ziet hoe de fotograaf ook door middel van groter en kleiner, eigenlijk wat je dus in stripverhalen hebt van wat betekent het als je een verticaal plaatje hebt of een paar verticaal naast elkaar of een horizontale of je hebt meerdere plaatjes op één af en groter of kleiner. En hoe een fotograaf dan speelt en uitprobeert en schetsjes maakt. We hebben zelfs ook de schetsboeken erbij waar je ziet hoe gekeken wordt naar, doe je ze op een spreadsheet op een linker of een rechterpagina, wat iemand het beeld uitkijkt of inkijkt. En dat je dan, als je dan daarnaast uit onze bibliotheek ziet wat het eindresultaat is, dan is het zo interessant om te zien hoe hier dat zoekproces is en hoe kil dan eigenlijk zo'n fotoboek is. Terwijl zo'n fotoboek vond je voorheen eigenlijk prachtig, maar als je dan de dummy gezien hebt, dan zie je hoe steriel het afdrukken daarvan zo'n fotoboek is geworden. Dus vandaar dat het zo bijzonder is, ook die beeldjes naast elkaar, dat we daar eigenlijk zo'n zelden, is een mooi bridge, dat je zo'n ervaring hebt van die verschillende momenten die samengesteld worden als een soort beeldverhaal, zoals je bij een stripverhaal of een graphic novel ziet. En geweldig, dat is allemaal nog knip en plakwerk met de hand. En dan met de hand, en daardoor zie je, want het is natuurlijk nu in hoesjes terecht, maar je ziet zelfs dus ook dat relief waar je over hebt, dat idee van het, dat oppervlak, dat je echt ziet het knippen en het plakken en het bij elkaar zoeken, en dat je daardoor gewoon heel anders naar gaat kijken. En die bewust wording, omdat we eigenlijk altijd aan het eind van de lijn zitten, dat we alleen maar naar die boeken kijken waar het helemaal afgedrukt is, dat je hier dat proces en dat studenten veel meer nadenken, dus niet alleen het historische proces van ontwikkeling van fotografie, maar ook het maakproces en dan vervolgens het zoekproces. Ik vind het een mooi waar je nu uitkomt, Helen, want je zegt eigenlijk bijzondere collecties moeten het proces laten zien. Hè? En dan moeten studenten als Minke moeten ermee aan de slag kunnen gaan. Fotografen als Erwin Olaf, kunstenaars, kunnen met die collectie als inspiratiebron aan de slag. Ja. Ja. Ik hoop dat we nog een hele mooie serie koldrukken in kleur krijgen van je. Ik stel voor dat dit deel 1 was van de aflevering en dat we de volgende keer verder gaan. Dank jullie allemaal zeer voor het enthousiasme. Jij heel veel succes met je studie. Zet hem op en ga door met die foto's. Helen, dank je wel en leid nog heel veel studenten zoals Minke op, zou ik zeggen. En Erwin, heel veel succes en inspiratie verder. En ik hoop dat we je nog heel vaak terugzien in de collectie om bij ons te komen kijken. Altijd wel. Er zit altijd een lijntje. Heel goed maatje. Dames en heren, dank u wel voor het kijken. Dit was de aflevering van Kluis op naar Kussen over de fotografische collectie. We hebben al begrepen dat we hier de hele dag over kunnen praten. Dus kijk naar aflevering deel 2.